Hallo allemaal, vandaag is het Diabetesdag. Ja, wat kunnen we daar nou bij tekenen? Diabetesdag. Diabetes suikerklontjes. Goed, laten we maar gaan tekenen. Teken je weer mee? Ja, vandaag de dag van de diabetes. Nou, ik heb zelf ook suiker gehad. Gelukkig type 2, ik ben er weer van af. Door 17 kilo af te vallen. Ik moet nog veel meer afvallen hoor. Maar goed, er is een begin gemaakt. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Maar er zijn ook mensen die worden geboren met diabetes. Je hebt verschillende types diabetes. En er zijn gewoon types waar je niet vanaf komt. En het is heel vervelend als je het hebt. Want je krijgt ook allerlei bijziektes, zeg maar. Of kans op bijziektes. En je moet in ieder geval letten op je suikerspiegel. Nou, hoe kan je dat nou uitbeelden? Hoe kan je dat nou tekenen? Nou, wat ik op internet vond, dat vond ik wel leuk. Dat was zo'n druppeltje bloed. Met daarin een plusje. En een minnetje. Nou, dat geeft het eigenlijk al wel aan. Van, ja, de waarde in je bloed is of te weinig of te veel suiker. Een plusje en een minnetje. Nou. Bloed. Bloed prikken. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je een prikpen. Een heel venijnig klein naaltje. Dan moet je zodra je. Je moet steeds je waardes bijhouden. En als die waarde te laag is, dan moet je prikken. En dan zit daar een vloeistof in. En dan kan je kijken. Zo'n kijkglaasje. Wat er verschillende doses er is. En dan moet je, daar kan je. Je achterom zit een prikknop. En dan komt daar insuline uit. Een druppeltje. Iets meer dan een druppeltje. Om jouw suikerwaarde weer te goed te krijgen. Nou, dan heb je ook meetapparaatjes voor die. Met het prikje en dan het meten. Het ziet er ongeveer zo uit, zo'n meetapparaatje. De grote display. Die dan de waarde aangeeft. Zo. De knopjes erop. Een dingetje waar je een strookje in kan stoppen. Tenminste, ik denk dat het zo werkt. Ik heb dat gelukkig allemaal niet hoeven doen. Ik heb niet hoeven prikken. Ik heb alleen medicijnen gehad. Om tegen de, tenminste te hoge suiker. Zo is dat apparaatje ongeveer. Dus ik weet niet of hier dan dat stripje in moet. Een suikerbewaarde stripje. Zou best kunnen hoor. Ik heb er niet zo'n veel verstand van. Ja, nou ja. Voor de rest is natuurlijk gezond eten. Dat kan helpen tegen suiker. Weinig of geen suiker eten. Sommige mensen die hebben dat nu eenmaal. En die moeten daarmee leven. En dat is gewoon niet fijn. Door gezond te eten kan je suikerziekte type 2 voorkomen. Dat betekent weer veel groente eten. Nou, groente hebben we laatst al getekend. Kies daar dan groente uit, zou ik zeggen. Af en toe een stukje fruit is ook nog niet erg. En bewegen is heel erg belangrijk. Hè? Zeker bij mensen met overgewicht hebben dus meer kans op suikerziekte type 2 in ieder geval. En dus een kwestie van gezond eten. Wat kan ik nog meer tekenen bij suiker? Ja, die bloedwaardes dan. Maar ik weet niet of je dat dan weer in een schemaatje zo kan doen. Ja, dan is dat een waarde. En dan die suikerwaarde, die schommelt dan steeds. Ja, die is of hoog of laag. Nou, dat zou je dan zo af kunnen lezen in een grafiekje. Maar ja. Ik vind het moeilijk om iets bij te tekenen. Ja, die teststrepjes dan, dat kan ook waar je dus een druppeltje bloed op moet laten vallen dan. Dan moet je hier een druppeltje bloed op laten vallen zo. En dan moet dan daar in dat apparaatje volgens mij hier zo. En dan leest hij dus de waarde af van jouw suikerwaarde. Ik vind het weer een lastig onderwerp om te tekenen. Van laatst hadden we ook zo'n mantelzorg, vond ik ook een lastig onderwerp.
Ja, ik denk dat we hem gewoon morgen weer naar een andere video moeten. Wat gaan we morgen tekenen? Eens even kijken. Oh, morgen is het schrijversdag. Nou ja, dan gaan we morgen aan de slag met schrijven. Goed. Vandaag diabetesdag. Dus kijk een beetje uit met suiker en ik zie jullie morgen in de volgende video.